Hallo allemaal, ik ben Mark en ik ga jullie een sprookje voorlezen. En het sprookje heet Sneeuwwitje. Sneeuwwitje en de zeven dwergen. Het was winter. Sneeuwvlokken dwarrelden als veertjes uit de donkere hemel en kleurden de wereld wit. De velden en wouden, de dorpen, de bevroren meren en ook het paleis van de koning. In het paleis zat de koningin te borduren. Ze was geliefd en zo mooi. Maar de koningin was helemaal niet gelukkig. Ze legde haar borduurwerkje neer en liep naar het hoge raam. Met uitzicht op de koninklijke tuin en het uitgestrekte woud daarachter. Och, ik wou dat ik een kindje had, zuchtte ze. Een meisje met haar zo zwart als het woud en een huid zo blank als de sneeuw. Och, wat zou ik dat heerlijk vinden. De wens van de koningin ging in vervulling. Ze kreeg een dochter, dat ze Sneeuwwitje noemde. De koning en de koningin waren dolblij, maar hun geluk duurde niet lang. Een paar jaar na de geboorte van Sneeuwwitje stierf de koningin. De koning had er veel verdriet van, maar hij begreep dat Sneeuwwitje een moeder nodig had. Bovendien was hij zelf ook eenzaam in zijn grote paleis. De nieuwe koningin was bijna nog mooier dan de overleden moeder van Sneeuwwitje. Ze was heel lief voor de koning, maar ze had een hekel aan haar stiefdochter. Haar stiefdochter Sneeuwwitje. En Sneeuwwitje moest vieze oude kleren dragen en het allerzwaarste werk doen. De nieuwe koningin was elke dag druk bezig met het passen van nieuwe japonnen, het lakken van haar nagels en het borstelen van haar lange zwarte haar. Ze was niet alleen mooi, maar ook verschrikkelijk ijdel. Elke morgen ging ze voor de toverspiegel staan, die in de mooiste kamer van het land, van het kasteel hing. En altijd stelde ze dezelfde vraag. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is het mooiste van het land? Waarop de geest van de spiegel zonder uitzondering antwoordde. Majesteit, gelooft u mij, de mooiste van het land bent gij. Maar op de dag antwoordde de spiegel. Majesteit, u bent een bloem gelijk. Toch is Sneeuwwitje nu de mooiste van het rijk. De koningin werd bleek van woede. Als Sneeuwwitje mooier was dan zij, dan moest ze verdwijnen, voor altijd en voor eeuwig. Die middag zei ze tegen de jager. Breng Sneeuwwitje naar het hart van het woud, zodat ze haar weg nooit zal terugvinden. Sneeuwwitje dacht dat ze een fijne boswandeling met de jager ging maken. Maar toen ze diep in het woud waren, bleef de jager opeens staan en zei, vaarwel prinsesje, ik moet u hier achterlaten. Maar wat heb ik dan misdaan, huilde Sneeuwwitje. Maar de jager was al tussen de bomen verdwenen. En hoe Sneeuwwitje ook smeekte en riep, hij kwam niet terug. Ze begon maar wat te lopen. De takken scheurden haar jurk aan flarden en schaafden haar armen en haar benen. Ze riep en huilde, maar er was niemand om haar te helpen. Ze was helemaal alleen in het donkere woud. Ze had honger en dorst. En na een paar uur lopen begonnen haar voeten zo'n pijn te doen dat ze bijna niet meer kon. Toen zag ze op een open plek in het midden een grappig klein huisje. Sneeuwwitje klopte driemaal op het deurtje en toen er niemand opendeed, ging ze voorzichtig naar binnen. Ach, wat een lief kamertje. Er stond een ronde tafel met zeven stoeltjes eromheen. Op de tafel zag ze zeven goed gevulde bordjes, zeven bekertjes melk, zeven messen, vorken, lepeltjes en gesteven servetjes. Sneeuwwitje voelde haar maag knorren en nam van ieder bordje een hapje. Hier een hapje brood en een stukje kaas, daar een partje appel en tenslotte dronk ze uit elk van de zeven bekertjes een klein beetje melk. Ze zuchtte. Nu voelde ze pas hoe moe ze was. Op zoek naar een plekje om te slapen liep ze de trap op. En boven vond ze zeven bedjes netjes naast elkaar en keurig opgemaakt. Ze probeerde het eerste, maar het was veel te klein. Net als het volgende en het bedje daarnaast.
Het zevende bedje bleek precies groot genoeg te zijn en daarop viel Sneeuwwitje bijna onmiddellijk in slaap. Sneeuwwitje wist niet dat het het huisje was van de zeven dwergen, die daar al vele eeuwen woonden. Iedere morgen gingen ze aan het werk in een diamantmijn aan de voet van de berg. En het was al avond toen de zeven dwergen thuis kwamen. Wacht eens even, de deur staat open. Hé, jongens, moet je eens komen kijken. De dwergen stommelden de krakende trap op en bleven toen sprakeloos staan. Op een van de zeven bedjes lag een mooi mensenkind te slapen. Haar ravenzwarte haar lag slordig op het helder witte kussen en er glansde een traan op haar wang. Op dat moment moest een van de dwergen zo hard niezen dat Sneeuwwitje wakker werd. Ha-ha-ha-tjoe! Ze schrok even, maar vertelde de dwergen al gauw haar verhaal. Ach, wat zielig, fluisterde de dwergen. Als je ons wil helpen, dan mag je hier blijven wonen. Dat wilde Sneeuwwitje graag. Oh, wat waren de dwergen gelukkig met Sneeuwwitje. Ze zong prachtige liedjes en kookte heerlijk en zo verstreek de tijd. En in het paleis was iedereen verdrietig. De koning was elke dag naar het woud gegaan om Sneeuwwitje te zoeken. En na een paar weken zoeken gaf hij het op. Pas op dat moment durfde de boze koningin weer in de toverspiegel te kijken. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is het mooiste van het land? En de spiegel antwoordde. Dat is Sneeuwwitje, majesteit, die in het woud haar dagen slijt. Bij de zeven dwergen, in de schaduw van de bergen. Zij is de mooiste. Nog altijd. De koningin snapte er niks van. Ze liep de tuin in en plukte haar daar een mand vol appels. Ze ging naar de kerken waar ze in het geheim allerlei potten en flessen met poeders en dranken bewaarde. En maakte vergif dat ze over de appel heen goot. De koningin verkleedde zich als oude vrouw en ging op zoek naar het huisje van de dwergen. Daar klopte ze aan. Wie is daar? Riep Sneeuwwitje. Och, lief kind, ik ben een arme oude vrouw, antwoordde de boze koningin met een bevende stem. Ik heb al uren gelopen en ik ben toch zo verschrikkelijk moe. Misschien mag ik hier even wat uitrusten. Komt u binnen, mevrouw? Rust u maar uit zolang u wilt, hoor. Heeft u honger of dorst? Nee, kind, zuchtte de oude vrouw. Ach, wat ben je lief en gastvrij. Maar ik ga er zo weer vandoor. Ik ben op weg naar de stad om de appeltjes uit mijn tuin te verkopen. Kijk eens, wat een mooie. Maar jij mag er eentje voor niets hebben, omdat je zo aardig voor me bent. Hier, neem maar. En ze stak Sneeuwwitje de mooiste appel uit haar mand toe. Nee, dank u, zei Sneeuwwitje beleefd. De oude vrouw drong echter zo aan dat Sneeuwwitje de appel tenslotte toch aannam. Ze nam een hapje en ze zakte bewusteloos in elkaar. En juist die dag hadden de dwergen besloten wat vroeger naar huis te gaan. Ze namen de kortste weg naar huis en zo kwamen ze de koningin tegen. Die draaide zich om en rende weg. De dwergen lieten hun gereedschap vallen en renden haar achterna. Zij kennen de weg in de bergen veel beter dan de boze koningin. En de koningin probeerde via een smal pad langs een ravijn te ontsnappen, maar ze gleed uit op een gladde rots, gilde en verdween in de diepte. Toen de dwergen thuis kwamen, lag Sneeuwwitje op de vloer. De dwergen probeerden van alles, maar het lukte hen niet om haar weer wakker te krijgen. De volgende morgen hadden de dwergen een kistje van glas en rozenhout gemaakt. Ze plaatsten het glazen kistje onder de bomen en strooiden het vol met de mooiste bloemen uit hun tuin. Toen gingen de dwergen in een kring om het kistje heen zitten. En dag en nacht bleven ze bij Sneeuwwitje. Toen de zon voor de derde keer opkwam, hoorden de dwergen opeens hoefgetrappel. Verrast keken ze op. Ze zagen een prachtig paard. Op zijn rug zat een jonge prins. En toen hij Sneeuwwitje zag, riep hij, maar dat is het meisje waar ik altijd van gedroomd heb. Ik wist dat ik haar zou ontmoeten. Maar wat doet zij in die glazen kist?
De dwergen vertelden wat er was gebeurd. Laat mij het kistje met Sneeuwwitje meenemen. Nu ik haar eenmaal gezien heb, kan ik niet meer zonder haar leven, zei de prins. Ik zal haar net zo goed bewaken als jullie nu doen. De dwergen namen het kistje voorzichtig op hun schouders. Ze hadden nog niet ver gelopen toen een van de dwergen struikelde en ze de kist van schrik lieten vallen. De kist kwam zo hard neer dat het in duizenden stukken brak. En toen gebeurde het wonder. Door de schok schoot het stukje giftige appel dat in Sneeuwwitjes keel was blijven steken naar buiten. Meteen verscheen er weer wat kleur op haar wangen en niet lang daarna ging ze verbaasd overeind zitten. De prins knielde bij Sneeuwwitje neer. Wil je met mij trouwen, lieve prinses? Ik heb zo lang op jou gewacht. Sneeuwwitje keek de prins aan. Ja, dat wil ik wel, zei ze verlegen. En nagewuifd door de 7 dwergen gingen ze in galop op weg naar het kasteel van de prins. En daar trouwden ze. En ze leefden nog lang en heel gelukkig. Ik hoop dat jullie het verhaaltje leuk vonden. Misschien tot de volgende keer. Dag!